zit al lang in deze sector en dat je eigenlijk opnieuw enthousiast wordt. Want je weet gewoon dat wij als Suivel gewoon een enorm goed verhaal te vertellen hebben. Daarvoor hadden wij ook de NZO ALV-vergadering, waar we ook een bijdrage hadden van Johan Schildkamp. Eigenlijk het imago van Suivel, ook hoe consumenten naar kijken. In Nederland, 98% van de mensen consumeert elke dag een Suivelproduct. Dus we hebben eigenlijk een fantastisch mooi product en ook een hele mooie boodschap. En wat er vanmiddag eigenlijk ook een stukje uitkwam, we moeten die boodschap toch nog beter over de bühne brengen. Zowel als het gaat over hoe we produceren, hoe we verduurzamen en dat we die weg ook inslaan, dat het altijd beter gaat en duurzamer. En hoe we ook kijken bijvoorbeeld naar export. Ik vond met name ook even panelleden, Yili, die heel duidelijk aangaf, beseffen jullie wel hoe China naar Nederland kijkt? Die juist eigenlijk zegt van een andere context, Nederland als postzegel, die zo efficiënt en goed, zo'n goed product produceert. Hebben jullie dat wel door? Dat wil de hele wereld. Dat hebben wij misschien niet altijd door, want het is bij ons altijd beschikbaar. Ook Joep, denk ik, die goed vertelde dat Nederland en de Suivel onlosmakelijk verbonden is met Nederland en de cultuur. En ook de bijdrage van VNO-NCW, die eigenlijk ook stelt dat de Suivelindustrie ook gewoon een belangrijke bijdrage is voor de economie. En ook een belangrijk lid is van VNO-NCW.